Alsjeblieft, vader. Ja. Dan gaan we vingerbladen. Nee, kijk, je moet zo. Doe dan maar niet. Mag je nooit doen, hè? Nou, hier is Guusje bezig met de boekenbeurt. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is dinsdagochtend. We hebben het allemaal koud, want we wennen aan de kou hier. Guusje zit al met een jas klaar te wachten op Lief. Oh, Lief is er vandaag. Ja, eigenlijk kan je dan het beste al klaarstaan voor buiten. Dan kan je lekker trekken samen. Doei! Doei Liefie! Tot straks! Hier. Tot straks! En ik mag niet afspreken. Nee, je moet je boeken weten. Ja. Dus dan moet Guus, je aan mijn bijna. Ja, dat weet ze al. Kom, wij gaan. Ga je mee? Ja, want Liefje blijft thuis. Die voelt er eigenlijk niet lekker. Die heeft een beetje verhoging en keelpijn. Die kan ook echt niet praten. Kom maar, jullie ook. Wij gaan naar school. Mami! Zeg maar tot straks. Tot straks, Mami. Tot straks. Zo, Liefje. Breng even jullie naar schooltje. Kan jij mij alsjeblieft vertalen? Ja. Ik overleg dan met Stan. Goed? Dat jij Stan moet. Jij mij ophoudt, maar jij niet. Ik overleg het met Stan, ja? Wie dat doet. Zeg dat Stan mij moet ophouden. Moet ik dat zeggen? Ja. Oké. Okay. Hallo Liefie. Nou, wij gaan naar schooltje. Nou, wij gaan de kachel aansteken. Maar ik kan dat niet. Probeer maar. Dan gaan we vingerbladen. Nee, kijk, je moet zo. Dan maar niet. Waarom niet? Ja, gewoon. Dus voor jongens. Als die ouder is, ja. Oké. Okay. Kijk, hè. Heel gevaarlijk. Hoe heeten deze dingetjes? Weet je dat? Nee. Lucifers. Even gewoon. Lucifers. Lucifers. Gekke woord eigenlijk. Lucifers. Omdat. Kijk, hè. Mooi, hè? Papa, omdat daar Lucie zit. Lucie? Ja. Kijk, dan heb je een aanmaakblokje. En dan doe je hem bijleggen. En doe dat dan. Dichterbij. Ja. Oh, opnieuw. Opnieuw. Vind papa niet zo erg af. Mag ik het doen? Ja? Wil je lucifersje aansteken? Ja, maar ik wil hem niet erin. Gooi het er maar gewoon in. Ja, ik wil ook wel een lucifersje aansteken. Heb je dat wel eens gedaan? Ik, hè? Ja? Ja. Ja? Ja. Oh. Ik ook! Ik wil gewoon niet aan! Ik heb al gewacht zetten, dat doe ik het ook bij, hoor. Gewoon zo. Harder. Harder. En snel. Harder. Er gebeurt niks. Je kan het al zo doen, zo pas. Ja, oh, vlog, je zit even ruig te doen hier zo. Ja. Hè? Kijk. Kijk, hè, Floor, hè? Ik heb het goed. Oeh. En dan moet je hem zo lang laten branden als je kan, als je durft. Je hebt kerst in de TikTok. Ja, nou, zal ik ook eens doen dan? Met dat ik win? Is goed. Maar ze heeft hem nu al lang aan. Nou, ik heb een slechte. Bij mij is hij al gestopt met branden. Kijk, heb je deel... Nee, dat moet jij niet zo doen. Kijk, hier, dit wordt een TikTok, hè? Kijk, en dan moet ik hem zo weer hier mee aansteken. Oh ja, dat is ook goed. Ja! Oeh. Papa. Kijk, helemaal. Dit mag je nooit doen, hè? Bij mij. Papa, mag ik? Mag ja, ik heb hem helemaal. Dit noemen ze spelen met vuur, Jan. Kijk, vlog. Moet je ze mooi, hè? Leren. Mag ik? Papa, hoe zit het voor je haren? Want ze staan met de lucifer doos achter jou. Mijn haren zijn nat. Het gedoe. Hier laten vallen. Nou, één balkje erin. Kan er straks nog een ander balkje bij, hè? Ja. Papa, ik wil dat ook doen! Met de lucifer? Ja! Dat mag er nog niet. Ja, dan mag je wel één keer proberen. Papa zegt dat net tegen hem. Ik kan hem niet aan. Ja, dus moet je dat toch doen? Maar dan moet hij ook open. Dan doe ik hem wel open als hij aan, hè. Zo, en dan... Dan mag je...
Nooit alleen doen, hè? Best moeilijk, hè? Heel hard. Harder erop drukken. Ja. Oeh, bijna. Eigenlijk moet het met de stem. Doe maar blazen. Ja. Ho. Ik wil dan naar. Gooi het stokje er maar in. Waarom? Nee, doe maar. Dat kan branden. Kan die ook afbranden? Ja. Ho. Nog een keer erin. Hij is echt bang, hè? Ja. Het is heel goed. Ja. Goed zo. Ho. Nou, dan gaat het vuur lekker. Hè? Wat is dat met die kussens? Heb je een hut gebouwd? Ja! Ja? Ja, maar lief, die is thuis gebleven, maar morgen gaat het alweer, of niet? En wat is de kou? Gebeurt bij ons eigenlijk niet zo vaak en nou even... Ik ga een gat maken! Ik zeg tegen de leraar, ja, dus ik ga een gat maken! En Sofie heeft een heel mooi schat gisteravond. Is er iemand langs geweest voor iets wat Sofie al heel lang vraagt? En, ja, dat vraagt wat jij heel lang mooi vindt. Sinds we deze kamer aan het doen waren, wilde ik iets aan de muur. En eigenlijk geen schilderij of zo. Had ik in Spanje gezien. Vleugels. Ik denk dat het echt mooier is dan op beeld. Ik vind het op beeld mooier. Oh, jij vindt het op beeld mooier. Hey! Nou, goed zo. Ja. Ik vind het echt heel mooi. En ja. Eerst wilden we ze laag hangen zodat je ervoor kan gaan staan. Maar ja, eigenlijk is het helemaal niet nodig. Dat, nou, ik ben ook bang dat, je dan, dat het dan uit elkaar valt. Zeg maar op zich is het ook mooi toch zo. Als je zo ja, het zijn gewoon twee bloemstukken. Je moet het niet als vleugels zien. Nee, het ziet er meer als twee soort droge bloemstukken. Ja. Een kunstwerkje. Ja, het is gewoon kunst en een beetje 3D omdat het zo naar voren komt. Dus nou is de kamer een beetje klaar voor jou, of niet? Ja? Ja? En nog een lamp hier. Hier nog één lamp. Ja, je wil nog een boom in die ja, lege pot. Ja, ook duidelijk. Kijk, met tak tegen die muur. Gewoon een beetje... Zo'n tak ook maar vast, dat soort droogbloemen erin. Ja, met bloemetjes eraan. En dan hier nog een lampje, een leeslampje, zeg maar. Dan hoeft de grote lamp niet altijd aan. Zit er stroom in die hoek? Hier zit stroom. Oh, dat is dus dat gaat goed. En dan is het klaar. Nou. Ja. En ze zitten hier heel veel, wat de bedoeling was. Ja, heel veel. Ja. Jullie de luchtkamer? Niemand afgesproken vandaag en zo? Nee, wel was. Ja, de. Ja, Guusje die is de boekenbeurt aan het maken. Nou, hier is Guusje bezig met de boekenbeurt. En wat heb je allemaal al gemaakt? Heel de boekenbeurt. Is je al klaar? Ja. Wanneer heb je de boekenbeurt? 10 november. Ja, 10 november. Dat was al bijna. Lijkt je leuk om je boekenbeurt helemaal te doen voor de camera dan als bonusvideo? Nu? Ja, dat kun je zelf helemaal doen. Moet je zelf weten wanneer. Er zitten wel... Kun je wel even oefenen. Er zitten wel hele mooie babyfoto's in. Kijk, niet van mij hoor, maar kijk. Bij bijvoorbeeld einde... Nee, bij vraagtips en tops. Kijk, hier van die babyfoto's. Nou, die heb je van internet gehaald. Ja, hier ook. Nou, dan moet je dan met de vlog weer mee oppassen, denk ik. Dan komt het er ook in. Ja, dat hoeft op zich niet. Het gaat over een baby. Nee, maar dat is gewoon grappig. Oh. Want voorlezen is heel saai. Iedereen kijkt dan om zich heen. Het stukje even om het lezen. Ja, dus dan gaan ze kijkt iedereen altijd naar het bord en dan zien ze. En die heb je gewoon op Google gevonden, die foto van die baby. Ja, dan moet je gewoon voorlezen en dan komen ze er. En vragen tips en tops en dan komen die er ook. Even in het kort. Het boek heet, en vertel even. Elfie's eigen wereld, zo Boho. Er zijn 3 delen van. En er is ook een film van. Het gaat over Elfie en dat is een heel creatief meisje. En die haat school en ze wil de hele zomer gaan tekenen. Maar haar ouders willen dat ze meer met mensen omgaat. Dus ze gaat heel de vakantie naar Ibiza bij haar zus. Hippie zus. Daar ontmoet ze Kate. Eerst zijn ze geen vrienden, maar daarna worden ze BFF's. En samen doen ze een kledinglabel opzetten. Oh, is het waar gebeurd? Nee. De hoofdpersonen zijn Evie, Kate en Joy. En de bijpersonen zijn Taco, Ava. Spietje. Loda en Charlie. Elfie is een heel creatief meisje. Nou, heb je middelbaar gedaan al je boeken weer bijna? Nee, nog lang niet. Oh.
Zullen we de rest bewaren dan voor je boekenbeurt? Ja, is goed. Oh, vond hem al wel leuk. Dan doe je dan ook nog een stukje voorlezen. Ja, maar ik moet nog even uitzoeken welk stukje. Oh! Dat is het enige wat dat is het enige wat je nog moet doen. En dan uit mijn hoofd leren, dan heb ik hem af. Ben je één middag, hè? Nou. Ja. Wat eten we vanavond? Broodjes. Is dat goed? Ja. Lekker, hè? Wat voor broodje? Weet ik allemaal nog niet. Kip? Is goed. Yes! Nee, ik heb het heel druk gehad vandaag. Ook die hupjes. En ik heb heel veel ijs gedraaid vandaag. Want het ijs was allemaal op. Op vakantie waren was het heel goed weer in Nederland. Dus ja, dan is het ijs. Ik heb van meer ijssalons. Er zijn zelfs al ijssalons die eerder dicht zijn gegaan. Want die hadden geen grondstoffen meer. Maar omdat het zo goede weer was, zijn ze eerder dicht gegaan. En ik kan niet voor een heel klein beetje grondstoffen en grondstoffenleverancier laten komen. Ja, daar zitten ze nog lekker televisie te kijken. En wij gaan er zo meteen broodjes eten. Lekker broodje van de lunchroom. Dus ja, dit was een dagje van ons uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.